mobiele eenheid. En dat betekent dat je op alle facetten voorbereid moet zijn. En die stress die kom je straks in het echt ook tegen. En ook dan moeten we handelen. Dat moet allemaal in een split second. Daar worden we hier op voorbereid. Van de ME jongens is verstoringen van de openbare orde voorkomen of te bestrijden. Daar hebben we een strategie voor. Die houdt in dat wij 4 basisprincipes toepassen. Nou, onze opdracht is het gelijktijdig evacueren van mens en dier. We gaan de loopprofiel in en we gaan werken volgens de 4 basisprincipes. Ik wil dat jullie goed informeren, informatie halen en informatie geven. Heeft u ook een bericht ontvangen van de evacuatie? Communiceer met ze. We zijn bezig in dit dorp voor uw veiligheid. En er is een kans op de dijkmoordenaar. Kunnen wij iets voor die mensen doen? Wat willen zij? Kunnen wij iets voor die mensen regelen? U kunt de kat pakken. Ja. En dan gaan we naar de locatie waar u opgevangen gaat worden. En differentiëren op het moment dat de raddraaien zijn, dat ze eruit gaan halen. Hey, blijf gefocust. Wat voor nu het belangrijkste is, dat is uw veiligheid en de veiligheid van uw kinderen. Raadhuisplein nummer 8, daar woont een familie waar we wel rekening mee moeten houden. Die hebben voorhand al aangegeven, luister, wij gaan gewoon niet weg. Er is een kans op een dijkdoorbraak, jullie moeten gaan. Ja, en als ze dan nog niet willen luisteren, ja, het houdt een keer op. Dan is het even een zetje met een schild van, ja joh, eruit. Is er geweld gebruikt? Schild geduwd. Weet je op wie? Op alle personen die in het pand aanwezig waren. Op een andere manier, denk je? Nee, want ze luisteren niet. Als je vizier omlaag kan, je blijft het gevecht aangaan, dan gaan zij ook het gevecht in. Zijn jullie in veiligheid? Ja. Ja? Kan dat op een rustige manier? Ja, natuurlijk jongen. Elke keer schakelen, deel ik wel een klap uit of deel ik geen klap uit? Geef ik wel een duw met mijn schild of geef ik geen duw met mijn schild? Taartje, nu! Wie zijn nou de railschoppers en wie zijn nou die omstanders die er niks mee te maken hebben? Je hebt een helm op, alleen toch heb je de neiging, je ziet het op je afkomen, dat je je schild ervoor wil doen. Ja, en dat je schild ervoor mag, want je moet zicht houden. Alleen de mensen die strafbare feiten plegen, daar moeten we tegen optreden. Is er geweld gebruikt? Ja, 2 polsklemmen. 2 polsklemmen. Zijn er gewonden? Negatief. Tip heb ik en dat is toch meer communiceren met de betrokken mensen. Geweld gebruiken is nooit leuk. En je wil ook niet dat het tegen je gebruikt wordt. En we waarschuwen wel een aantal keer van tevoren. Ja, als er dan niet wordt geluisterd, dan moeten we dat gaan doen. En mocht er in de praktijk voorbeelden zijn waarbij te veel geweld wordt gebruikt, dan worden deze voorbeelden weer in de les gebruikt om daar weer van te leren. Toen ik hier binnenkwam, wist ik niks. En tot wat het nu is binnen deze 3 weken, mag ik weer een mannelijk pijpen, denk ik. Het is heel veel incasseren, maar eigenlijk heel weinig uitdelen.